Het is hier in Gent dat het voor Roger de Kok ophoudt. De omloop Het Volk van 1962 is zijn laatste koers. Ik heb daar tot besluit gekomen dat ik in Gent kwam. Ik zei, het is hier gedaan. Roger is nu bijna 35 en hij voelt de jaren stilaan. Versleten tot hem draad was ook wel degelijk niet, maar het beste van mij was eraf. Bovendien was hij dan al aan zijn tweede leven begonnen, dat van cafébaas, van een heel druk en succesvol café. In de 61 hebben we de overname gedaan van café De Wilde Man. De Wilde Man in Tielt. Een café dat hij zou blijven uitbaten tot aan zijn pensioen. Maar het zat er dus al langer aan te komen, dat afscheid van de wielersport. Een paar jaar eerder, toen hij op de terugweg was van een boodschap, was hij zwaar ten val gekomen. Over de kop, neuzen gebroken, skelebreuken, 28 tranen, genaaid, dat lag dood. Van de verpleegster krijgt de pasgenaaide Roger nog een mooi compliment. Dat is goed erop van de kleermaker reizen. Als je het geluk hebt om dicht bij Roger te komen, kan je het litteken nog altijd zien als hij lacht. Naast de lachrimpels en de kraaienpootjes. Als hij nog maar eens over Parijs-Nice en de Ronde van Vlaanderen en Wim van Est en de grote prijs Grootmoeders Koffie kan beginnen. Maar mijn carrière heeft rapper geëindigd op dat ik voorzien had. Kan ik eens aan, ik heb veel meegemaakt. Ik heb 13 jaar uit oorlog gebroken. Ik heb goede commerce gedaan in oorlog. Ik heb 20 jaar wielrenner geweest. En ik denk, kan je daar geen moment op gepijst of gedaan.